Goedenavond en welkom bij deze webinar in het kader van de Alkmaarse Week van het Duurzaam Monument. We gaan zo meteen luisteren naar een presentatie van Edwin van Leeuwen van de Monumentenwacht Noord-Holland over het onderwerp isoleren. Die presentatie gaat ongeveer 30 minuten duren. Voor degene die deze webinar live bijwonen, is er na afloop gelegenheid tot het stellen van vragen. Voor het beantwoorden daarvan is de spreker aanwezig en ikzelf namens de gemeente Alkmaar. Van de presentatie wordt een opname gemaakt die na afloop van de week van het Duurzame Monument online ter beschikking wordt gesteld. Voor wie er vanavond niet bij kan zijn of voor wie de webinar nog later eens een keer terug wil kijken. Voor nu gaan we luisteren naar de presentatie en geef ik het woord graag aan Edwin. Dank je wel. Goedenavond, mijn naam is dus Edwin van Leeuwen. Ik ben inspecteur bij de Monumentenwacht sinds 1999. Daarvoor ben ik 12 jaar werkzaam geweest bij een restauratieaannemer. Vandaar de liefde eigenlijk voor de monumenten. Voordat we beginnen met het isoleren van een woning, moet er ook heel goed gekeken worden naar de ventilatie van de woning. Op het moment dat we dus oude ramen hebben, oude kozijnen hebben, die tochten aan alle kanten. En dat is eigenlijk de natuurlijke ventilatie van uw pand. Op het moment dat we dat allemaal gaan wegnemen en dichtzetten, dan kan het vocht wat we produceren met z'n allen in de woning nergens meer heen. En dat moet dus op een goede manier worden afgevoerd om te voorkomen dat het vocht gaat condenseren op koude oppervlaktes en daardoor schimmels en andere ellende veroorzaakt. Dus op het moment dat we gaan isoleren, moeten we ook gelijk nadenken over hoe gaan we ventileren. Dat is het allerbelangrijkste eigenlijk. Het inregelen van je cv-installatie. We moeten ook even goed kijken van welke ruimtes gebruiken wij in huis die dagelijks verwarmd moeten worden en welke ruimtes eigenlijk niet. Je kunt je voorstellen, u heeft een geldpand. Een zolder waar alleen maar spullen zijn opgeslagen. Dan komt hij misschien twee keer per jaar komt hij daar eventjes wat spullen wegleggen. Ja, die hoeft natuurlijk niet het hele jaar door, de hele winter door, verwarmd te worden. Dus dat is belangrijk om te gaan kijken van welke ruimtes zijn belangrijk om te verwarmen. En welke ruimtes kunnen makkelijk een veel lagere temperatuur hebben. Zodat je dus niet onnodig die ruimtes verwarmt. Het klinkt heel logisch. Maar in de praktijk is het toch zo dat er toch een heleboel cv-installaties al wat ouder zijn. En dat het eigenlijk alleen maar met een aan- en uitknop niet voldoende is om daar echt dat goed in te kunnen regelen. Vandaar dat wij adviseren van joh, gebruik een thermostaatknop per radiator. Zodat u het per radiator kan inregelen welke u wel wil gebruiken, waar wel verwarming moet zijn en welke juist niet. Zodat u ja, zo min mogelijk van het huis hoeft te verwarmen. Waar verliezen de monumenten het meeste warmte? Nou, dit plaatje geeft heel mooi aan waar het grootste warmteverlies is. Van boven naar beneden te beginnen, het dak. Het dak verliest ongeveer 30%, een ongeïsoleerde dak verliest ongeveer 30% van de warmte. Het is wel zo dat als onder het dak geen leefruimte zijn, dus een bergzolder, en de verdieping daaronder ook nauwelijks gestookt wordt, dan zal dat percentage ook veel lager zijn. Als die zolderruimte wel gebruikt wordt voor werkkamer of slaapkamer of wat voor een functie dan ook, ja, dan verlies je echt wel 30% van je warmte gewoon door een niet geïsoleerde kap. De gevels, de ramen, dat zijn natuurlijk een groot verliespunt. Tocht, koude ramen, enkel glas, daar verlies je ook zo'n gauw 30% van je warmte uit. Dat wordt dus een heel interessant iets om daar in de toekomst wat mee te gaan doen. De zijgevel. De meeste monumentale panden hebben wel een naburig pand. Die dus inpandig zijn. En dan is dat verlies van die zijgevel natuurlijk veel minder als op dit plaatje schetst. Dit is puur een zijgevel die helemaal vrij staat van de buitenlucht. En daar verlies je dus gauw 25% van je warmte door. Dan gaan we naar die grote rookwolk. Ja, dat is natuurlijk de uitstoot van je cv-installatie. Daar verlies je ook gauw 10% van je energie uit.
En dan als laatste de 5% van de vloer. Die 5% lijkt heel weinig. Dat is ook omdat de meeste warmte stijgt en dus niet zo gauw naar de vloer verloren gaat. Maar het is wel met name het comfortgevoel wat heel erg belangrijk is. Op het moment dat je warme voeten hebt, dan voel je het al veel behagelijker dan als je constant met je voet op een hele koude vloer loopt. Vandaar dat het wel interessant kan zijn om ook de vloer aan te pakken. Dakisolatie. Technisch gezien is het beste om het dak aan de buitenzijde te isoleren. Maar dat heeft wel heel veel consequenties. Op deze foto zien we een aantal oude dakkapellen. Op het moment dat we daar 10 centimeter isolatie gaan aanbrengen, dan komt het hele daklijn, de hele pannenlijn, die komt dus een heel stuk naar buiten, naar boven. Waardoor alle aansluitingen met de dakkapellen, met de gevels, met de goten, eigenlijk alle aansluitingen, die komen ook 10 centimeter omhoog. En dat verandert wel degelijk het aanzicht van het monument. Dus aan de buitenkant isoleren is misschien wel technisch de beste manier, maar niet altijd mogelijk. Nou, in dat geval zouden we ook kunnen gaan denken om aan de binnenzijde van de kap te isoleren. Mits dat natuurlijk nodig is als je de kap gewoon gebruikt als leefruimte. De binnenzijde van de kap kun je het beste isoleren dus om isolatiemateriaal aan te brengen met daar aan de binnen, aan de warme zijde, een goede dampremmer. Zodat er geen condensatie kan plaatsvinden in je isolatielaag of tussen je isolatie en je houtwerk in. Dat aanbrengen van die dampremmer, dat moet echt heel serieus gebeuren. Want het gebeurt te vaak dat het half los hangt of niet goed overlapt. En dan krijg je dus toch nog steeds vochtproblemen in je kapconstructie. En dat moet je voorkomen. Glaswerk. De ontwikkeling van het isolatieglas van de monumenten is ontzettend snel gegaan. Waarvoor een aantal jaar geleden hadden we alleen gelaagd glas. Het waren twee glazen plaatjes met een folie ertussen. En dat gaf al heel veel meer isolatiewaarde dan enkel glas. Tegenwoordig hebben we ook het vacuümglas. Het vacuümglas is heel hoog in rendement. Het heeft een U-waarde van 0,4 mm. Maar het glas is maar 6 mm dik. Dus dat kan vaak geplaatst worden in uw oude ramen. Mits de roedes en de ramen zwaar genoeg zijn om dat wat zwaardere glas ook te kunnen dragen. Mocht dat nou allemaal niet kunnen in de ramen, dus nieuw glas aanbrengen, dan is er nog een optie om aan de binnenzijde van het raam een soort voorzetraam te zetten. En ook daarin is die ontwikkeling ontzettend snel gegaan de afgelopen jaren. Zo'n voorzetraam die zorgt ervoor dat het dus die koude doorslag van de ramen eigenlijk een stuk minder wordt. Als dat allemaal niet als te duur is of als het allemaal niet mag werken, dan zijn er ook nog heel vaak onderdelen in uw pand zelf wat eigenlijk al toegepast zou kunnen worden. Denk aan bijvoorbeeld hele dikke gordijnen die je dus als het zodra het wat donkerder begint te worden kan sluiten. En die houden ook al ontzettend veel kou tegen. Sommige huizen hebben luiken, houten luiken die je gewoon dicht kan doen. En dat scheelt ook echt enorm in je warmteverlies. Goed, uiteraard is dat alleen als het buiten donker is. Je gaat niet overdag de hele dag met die luiken dicht zitten. Dus, maar goed, er zijn dus wel verschillende mogelijkheden om het glaswerk te verduurzamen. En daarmee ontzettend veel winst uithalen. Daarbij komt wel dat de ramen, dat zijn allemaal scharnierende delen, die moeten natuurlijk ook toch dicht gemaakt worden. Want als je alleen je glas vernieuwt, maar de ramen daar toch gewoon aan alle kanten en kieren toch daar de wind doorheen, ja, dan heeft het helemaal geen rendement en is zonde van het geld. Dus ook bij het aanbrengen van glas moet er gelijk gekeken worden van sluiten de ramen goed, kan ik toch profielen aanbrengen, past mijn raam goed in het houten raamkozijn en kan ik eventueel andere kieren nog dichtzetten. Vloerisolatie. Dit is een foto van een houten vloer die aan de onderkant van het vloerhout is geïsoleerd. Wat we net op het eerste, een van de eerste plaatjes hebben gezien, dat we maar 5% van de warmte verliezen via de vloer. Maar
het comfortgevoel is wel veel groter. Als je warme voeten hebt, dan voel je je veel behagelijker dan als je met ijskoude voeten in de rondte loopt. Onder die balklaag van die begaande grondvloer moet het altijd goed geventileerd blijven om te zorgen dat het klimaat droog blijft. Dus daarom is zo'n vloerverwarming of een vloerisolatie tussen de balken in is eigenlijk de ideale oplossing. Hoeft ook niet al te duur te zijn, maar heeft wel heel veel effect op het comfort in uw woning. Dit is een heel raar plaatje. Dit is een foto van een kerk. En u ziet allemaal hele kleine vierkante vakjes. Deze kerk die kwam bij mij met de vraag: ja, we willen eigenlijk aan verduurzaming doen. Dus we hebben het advies gekregen om een tweesteens muur, is het. Dat is 40 centimeter dik ongeveer. Om de binnenkant te voorzien van een voorzetwand met isolatie. Nou, u ziet al die raampjes. Dus ik zeg tegen die meneer: hoeveel raampjes zijn dat in totaal? Ja, zegt hij, 1600 raampjes. Ik zeg, ja, dan moet u zich voorstellen dat u daar een voorzetwand gaat maken met 1600 sparingen erin. Ik zeg, die allemaal weer helemaal tochtdicht en vochtdicht aangesloten moeten worden. Dat is gewoon geen doen. In dit geval heb ik ook geadviseerd van, joh, misschien is het beter om eerst te kijken naar andere mogelijkheden van isolatie dan meteen te beginnen met die muur te gaan isoleren. Want dit brengt gewoon geen rendement op. Voor een woonhuis is het natuurlijk een heel ander verhaal. De voorgevel, vaak als je een rijtjeshuis hebt, de voorgevel, die kan rondom de ramen kan prima geïsoleerd worden. Alleen bij het isoleren van gevels moet je ontzettend uitkijken met dampspanningen en waar er condens gaat plaatsvinden. Als je condens ergens in de constructie komt, dan krijg je nattigheid, zwammen en alle narigheid. Dus dat moet je niet doen. We adviseren wel daar goed naar te laten kijken en een berekening van dampspanningen te laten maken om geen foute beslissingen te nemen. De zijgevels van een monumentaal pand heb je de dragende muren, dat zijn de zijgevels. Daar liggen de balklagen liggen daarop, die rusten daarop. Op het moment dat je die zijgevel aan de binnenzijde gaat isoleren, dan wordt die houten balk, die wordt in het midden lekker warm. Alleen die ligt met de kop in die hele koude muur, die niet geïsoleerd is. En dan krijg je een hele grote temperatuurverschil in die balkkop, waardoor je heel snel vochtproblemen gaat krijgen en uiteindelijk rottende balkkoppen. Nou, om dat te voorkomen hebben ze geadviseerd om rondom die balkkoppen dan even geen isolatie aan te brengen, zodat de temperatuurverschillen wat minder groot worden. En dan moet dat in principe goed gaan. We krijgen heel vaak vragen over de dikte van het isolatiemateriaal. Zeggen, ja, ik moet zo dik mogelijk, want ik wil goed geïsoleerd zijn. Uit dit plaatje kunnen we zien, dat moet ik toch eventjes aanwijzen. Nul is eigenlijk geen isolatie. En de onderste lijn geeft aan de dikte van de isolatie in meters. Dus die 0,2 is 2 centimeter dik. We zien dat als u 2 centimeter dik isolatie neemt, dat het warmteverlies al enorm afneemt. Bij 8 centimeter zit u al onder de 1. Als we dan denken van, nou, we gaan twee keer zo dik, want dat is twee keer zo goed. Maar u ziet, als u op 16 zit, dat het maar een paar tienden scheelt. Daarmee wil ik aantonen dat de eerste van 0 tot 5 tot 8 centimeter, dat het meeste doet aan het isoleren van uw woning. Het is dus niet altijd nodig om meteen 20 centimeter dik isolatie te gebruiken, omdat dat niet twee keer zoveel goed isoleert. Dus dat is, ja, 0 tot 8 centimeter dikke isolatie, dat doet het meeste in het tegenhouden van het warmteverlies. En dat was eigenlijk in het kort mijn presentatie. Hartelijk dank, Edwin, voor deze interessante presentatie over het onderwerp isoleren. Er is nu gelegenheid voor het stellen van vragen. Wil ik de aanwezigen ook vragen om dat door middel van handopsteken
kenbaar te maken. De vragen en de antwoorden zullen worden uitgeschreven en als document bij de webinars gevoegd worden. Voor het isoleren van gevels adviseren we eigenlijk altijd een PU, een polyurethaan schuim isolatie aan te brengen. Dat heeft als voordeel dat hij wat minder makkelijk vocht opneemt en afstoot. Vooral opneemt, waardoor je dus je vochthuishouding beter houdt. Andere isolaties zijn bijvoorbeeld glaswol of rookwol. Dan moet ik wel zeggen dat het glaswol en rookwol een beetje eruit gaat, omdat dat toch ook weer wat schade zou kunnen geven aan de gezondheid, mits je daarmee werkt. Maar hout, wol, isolatieplaten komen ook steeds meer voor. Het zijn allemaal gemaakt van natuurlijke producten die verwerkt worden en ook tegen brand beschermd worden. Dus die kunnen prima gebruikt worden. Wat het allerbelangrijkste is bij het isoleren dus van een gevel, van gevels, is dus die dampremmer aan de binnenkant. Die moet echt goed zijn aangebracht, goed aan elkaar vastgeplakt zijn, dus dat er geen damp meer door tussen de constructie kan komen. De buitenkant isoleren, soms in sommige gevallen, maar dan moet je echt eerst even toestemming uiteraard vragen en vergunningen vragen aan de gemeente. Bijvoorbeeld stel dat je hebt een gepleisterde zijgevel die u mag aan de buitenkant zou mogen isoleren, want dat zeg ik even expres heel voorzichtig. Want dat mag niet altijd. Dan hebben ze dan een speciale polyurethaan schuim voor. Die wordt aan de buitenzijde van de muur wordt die vastgemaakt. En daar overheen komt dan een laagje stukwerk, een afwerklaag. Zodat het net stukwerk lijkt. Maar dan zit er dus wel een dikke isolatielaag tegenaan. Maar dat zijn voornamelijk polyurethaan schuimplaten. Nou, om het afvoeren van vocht het beste te kunnen doen, is meestal zo'n isolatiebox, wat ik in het begin liet zien, een ventilatiebox. Dat is dus een motortje wat er ergens op zolder komt te staan met slangen en die zuigt dan de ruimte af en die blaast dus de vochtige lucht naar buiten. Bij het aanbrengen van isolatiemateriaal aan de gevels kan men bijvoorbeeld al rekening mee houden dat boven het glas of in het kozijn kleine openingen komen te zitten waar je dus je ventilatie nog wel naar binnen kan krijgen. En die kan je dan met een roostertje kan je dus ook dichtzetten. Dus als het erg koud is buiten, zou je dat kunnen afsluiten. Maar merendeel van het jaar kan je die roostertjes gewoon open laten staan. Alleen dat moet per pand ook bekeken worden wat in uw geval mogelijk is. Want ieder monument is weer anders. Bij de een kan misschien bij de ander niet. Dus middels van roosters, of in de muur, of in de kozijnen, of boven de ramen, daar moet naar gekeken worden. En dan voor het afzuigen dus zo'n afzuigmotor, die dus het vochtige lucht afzuigt. Ja, daar ontkom je bijna niet aan. Ja, en dat gat in de muur met dat motortje. Ik begrijp wat ze daarmee bedoelen. Dan maken ze inderdaad al een gat in de muur en er zit een motortje die de vochtige en warme lucht naar buiten toe blaast. En daar kan dan ook een sensortje in zitten voor het vochtgehalte te meten. Dus als het vochtgehalte te hoog wordt, gaat die automatisch aan. Dat is natuurlijk een alternatief die mogelijk toegepast zou kunnen worden. Prijstechnisch is het vacuümglas nog wel aan de hoge kant. Het is wel een stuk duurder, omdat de productie veel arbeidsintensiever is. Dus het is gebleken dat de productie van het vacuümglas, het moet allemaal op maat gemaakt worden. Het is niet van het stad in de schap, ik pak het eruit. Nee, het moet allemaal op bestelling en op maat gemaakt worden.
Dat ligt momenteel nog wel een stukje hoger dan het gewone dubbelglas. Ook de HR++ is het nog wel een stukje hoger. Maar men heeft aan onderzoek uitbewezen eigenlijk dat het ook veel duurzamer is. Dus het gaat veel langer mee dan het normale bekende dubbelglas. Dubbelglas zit met rubbers, zit dat gesield als het ware, waardoor die dus dicht is. Die rubbers kunnen wat na 15 tot 20 jaar kunnen die op een gegeven moment gaan lekken, waardoor je een thermisch lek krijgt en eigenlijk je raam moet vervangen. En bij dat vacuümglas beweren ze, of hebben ze aangetoond, dat dat veel langer meegaat. Dus je moet die aanschafprijs ook weer over een veel langere periode afschrijven. Ik heb nog wel een vraag voor je, Edwin. Ja, graag. Jongere monumenten kunnen spouwmuren hebben. Klopt. Is het nou gewoon altijd de moeite waard om ze vol te laten lopen met isolatiemateriaal? Of moet je nog ergens aan denken? Of is het soms misschien helemaal niet altijd verstandig om dat te doen? Nou, dat is inderdaad een veelgestelde vraag. Men is begonnen ooit in eind jaar 1800, zo'n beetje begin 1900. Toen is de spouwmuur eigenlijk ontstaan. Dat heeft men eigenlijk ontwikkeld omdat de gevels van vroeger nog wel eens vocht doorlieten en dus ook vochtplekken aan de binnenzijde veroorzaakt. Door nu het buitenspouwblad, dus de buitenste muur, los te koppelen van het binnenste muur en dan daarachter een ventilatie te creëren door middel van een spouwventilatie, bleef die binnenmuur altijd helemaal droog. Te begin waren die spouwen die waren maar 4, 5 centimeter dik. Later ging dat iets groter worden, tot 7, 8 centimeter. En tegenwoordig zijn ze bijna 15 centimeter dik. Dat spouwmuurisolatie, dat moet ontzettend goed uitgekeken worden wie het gaat doen en dat het ook perfect wordt uitgevoerd. Als het perfect wordt uitgevoerd, dus dat er voldoende schuim of bolletjes of wat dan ook wordt ingebracht, en ze hebben voldoende bindingsmiddelen gekregen, dat het niet naar beneden gaat zakken en alles, dan kan het heel goed werken. Maar dan komt wel weer meteen dat eerste stukje van mijn verhaal over het ventileren van uw woning. Dat wordt wel weer veel belangrijker, dat het gewoon heel goed geventileerd blijft. Ja. Dus afhankelijk van hoe het wordt aangebracht, dat is heel, heel belangrijk. Wij zijn er nu zelf voor de monumenten nog een beetje voorzichtig mee, want we zien helaas toch ook dat het wel geregeld toch wel fout gaat. Ja, en dan wordt er onderzocht van ja, waar is het nou fout gegaan? Ja, soms zit zo'n spouw ook gewoon helemaal vol met resten van de bouw van vroeger. Dat noemen ze baarden, hè? Dus als de cement een beetje over de stenen heen hing, waardoor dus die spouw op een gegeven moment plaatselijk maar 2 of 3 centimeter dik was. Ja, dan kan daaronder net niet genoeg van die isolatie komen. Ja, en dan krijg je allemaal koude plekken in je muur die dan weer voor vocht gaan zorgen. Dus het kan wel, alleen ja, moet het wel echt goed worden uitgevoerd. Ik heb zelf op school nog geleerd over dampdicht isoleren. Heel belangrijk, dat leerden we ook. Dat werd er ingestampt eigenlijk hoe je dat moest doen. Maar momenteel lijkt er ook een trend te zijn dat je ook met houtvezel, isolatieplaat, juist dampopen kan isoleren. Is dat nou gewoon een keuze die je altijd hebt? Is dat een principiële keuze? Of moet je dan juist op bepaalde manieren extra goed rond die balkoppen detailleren? Ja. Sowieso bij het isoleren van gevels moet je echt een goede berekening laten maken wat voor uw pand het beste alternatief is. Soms kan het zo zijn dat een dampopen systeem, hè, dus dat het vocht ook vanuit de muur gewoon door de isolatie naar binnen kan komen en daar verdampen, kan ook een perfecte oplossing zijn. Maar dan moeten dus echt berekeningen op losgelaten worden van welke keuze van materialen het beste is voor dat specifieke pand. Want er zijn dus, ondanks dat we denken, ja, een monument is een monument. Nee, al die monumenten hebben toch zo hun specifieke eigenschappen. Dus dat soort systemen komen inderdaad voor, klopt. Maar er moet wel goed berekend worden van jongens, hoe zit ik met mijn dampspanningen?
Kan ik het kwijt? Kan ik het niet kwijt? Ja, er moet goed naar gekeken worden. En niet zomaar denken, oh, gooi maar vol en dicht timmeren die handel. Want dan kan het ook heel even fout gaan. Dus goed laten berekenen welke keuze het beste is voor dat pand. We maken zelf dan een duurzaamheidsscan 1. Dus eigenlijk inventariseren van, wat is er voor uw pand mogelijk? En we zijn bezig om ook het tweede deel, dus de berekeningen die daaraan vooraf gaan, om dat in de toekomst te gaan aanbieden. Maar dat doen we op dit moment nog niet. Maar we zijn er wel mee bezig. We merken bij de gemeente dat het een specialisme is wat eigenlijk nog maar net in ontwikkeling is geraakt. En dat er dus bepaalde architecten zijn zich daarin aan het specialiseren. Die timmeren daarmee ook aan de weg. Er zijn ook aannemers die inmiddels heel veel ervaring daarin hebben. En daar ook goed over nadenken over hoe je moet isoleren en verder verduurzamen. Maar er is niet een lijstje van handige, goedgekeurde bedrijven van. Dus dan zou je kunnen denken aan zo'n PU polyurethane isolatieplaten. Met daarop dan een afwerklaag. En in die afwerklaag zou je dan meteen je vloerverwarming kunnen toepassen. Ja, schuimbeton, maar dat wordt dan het pakket wel weer heel erg dik. Nou, dan ga je toch al gauw aan 30, 40 centimeter dik. Maar dan moet wel even ook de constructeur goed gaan kijken van, als we de hele vloer gaan uitgraven, waar ga ik dan met mijn verzakkingen heen en met de draagfunctie van die vloer? Dus daar moet dan nog wel eventjes goed naar gekeken worden van hoe de hele opbouw van de vloer dan wordt gemaakt. De randen zijn bijvoorbeeld wel al helemaal gefundeerd. En het is alleen maar een opvulling in het midden. Ja, dan zou je op een gegeven moment kunnen zeggen van, nou, ik ga daar een dik pakket met schuimbeton aanbrengen. En daar ga ik dan mijn afwerkvloer op maken. Maar daar moet wel even goed naar gekeken worden door een architect of door een constructeur. Hoe dik en hoe dat dan precies allemaal aansluit met de zijkanten en dergelijke. En afhankelijk van waar uw monument staat, moet u er dan ook rekening mee houden dat er wel eens archeologie om de hoek kan kijken. Hè, want dieper dan 30 centimeter onder het maaiveld, en u gaat met zo'n schuimbetonvloer gaat u natuurlijk eigenlijk alles weghalen wat daar ligt. En daar zal dan eerst onderzoek moeten plaatsvinden, als dat bijvoorbeeld in de binnenstad van Alkmaar is. Ja. Dan wil ik graag afronden voor vanavond. Edwin, dankjewel. Graag gedaan. Het is een interessante presentatie geweest. We hopen dat iedereen dat zo heeft ervaren. En voor nu een mooie avond gewenst.